tot de dag van vandaag lopen er ongeveer 100 tot 140 miljoen vrouwen en kinderen rond met de consequenties van vrouwenbesnijdenis. Sinds 2014 is dat gestegen met 70 miljoen. En de WHO, dus de World Health Organization, die duidt eigenlijk vrouwengenitaliebesnijdenis aan als alle procedures waarbij gedeeltelijke of totale verwijdering van vrouwelijke genitaliën worden betrokken of andere verwondingen van vrouwelijke genitaliën zonder medische reden. Er zijn drie types van vrouwelijke genitale verminking. We hebben clitoridectomie, we hebben uitsnijding en infibulatie. Ik zal het vertellen over clitoridectomie. Hierbij is het gedeeltelijke of totale verwijdering van de clitoris. Die zie je hier getekend, het bovenste deel van de vagina. Dit is type 1 vrouwelijke genitale verminking, besnijdenis. Als de clitoris verwijderd is, kan een vrouw dus geen orgasme meer krijgen via de clitoris. En dat belemmert dus in het seksleven. Het tweede type van vrouwengenitale verminking is uitsnijding. Hierbij wordt gedeeltelijke of totale verwijdering van de clitoris met of zonder verwijdering van de labia minora. Zoals je hier kan zien, wordt dan de clitoris inderdaad verwijderd met of zonder verwijdering van de labia minora, dus de binnenste schaamlippen. En ook dit zorgt voor heel veel pijn natuurlijk. Dan hebben we nog type 3 van vrouwengenitale verminking, dus infibulatie. Hierbij kun je zien aan het plaatje dat eigenlijk de vagina helemaal dicht wordt gemaakt. En dat er een klein gaatje open blijft, ter grootte van een luciferstokje, dus echt heel klein. Hieruit moet de vrouw dan menstrueren en ook geslachtsgemeenschap hebben als ze dat wil. Dat houdt dus in dat dan eigenlijk alles openscheurt als de penis erin gaat, zeg maar. Dus dat doet heel erg veel pijn. Dit is wel eigenlijk de meest heftige van alle types. Maar de overige vorm van vrouwelijke genitale verminking zijn eigenlijk alle andere vormen van vrouwelijke genitale verminking zonder medische reden. Dus bijvoorbeeld prikken in de vagina met brandend, bijtende zuren erop doen of wegbranden, kruiden erin. Maar zelfs een piercing bij de vagina, dus door de clitoris heen, is al vrouwelijke genitale verminking. Dit zijn de gevolgen op korte termijn. Door het vele bloedverlies dat de kinderen ondervinden na de besnijdenis, kunnen ze in shock raken. Het kan ook zijn dat je een infectie krijgt doordat de scheermesjes vaak veel gebruikt zijn en bot. Een beschadiging door de urinewegen of anus. Nou, dat spreekt ook voor zich. Littekenweefselvorming, doordat het allemaal niet steriel gebeurt en het wil natuurlijk weer aan elkaar groeien, daardoor krijg je littekenweefsel. Blaasontsteking, nou, dat kun je linken aan de infectie. Tetanus is bloedvergiftiging, komt ook door de bacteriën. Nou, net als HIV en hepatitis B is ook via bloed overdraagbaar. 3. Nou, de gevolgen op lange termijn. Moeizaam urineren. Van onder is het allemaal beschadigd, wat veel pijn geeft bij het urineren. Ook bij type 3, waarbij alles wordt dichtgenaaid, zit er nog maar een klein gaatje waardoor de urine naar buiten kan. En dit geeft veel pijn en ongemakken. Gestoorde menstruatie. Het bloed hoopt zich eigenlijk op in de buikholte, waardoor de menstruatie eigenlijk niet meer goed gaat. De chronische infectie van de urinewegen en de nieren. Juist doordat bij de besnijdenis veel complicaties zijn en infecties, is de kans op chronische infecties gewoon veel groter. Continu blaasontsteking veroorzaakt dan die chronische infectie. Een veel voorkomend fenomeen is onvruchtbaarheid bij besneden vrouwen. Er kunnen kiezen en abscessen ontstaan, ook aan de buitenkant van de vagina. Pijnlijke zenuwgezwellen, geeft natuurlijk een continue pijnprikkel. Frigiditeit, minder plezier aan seks beleven. Vooral ook bij type 3, waarbij de ruimte gewoon heel klein is. Geeft gewoon veel pijn bij de seks, waardoor seks ook als minder fijn wordt ervaren en zelfs erg pijnlijk. Vergrote kans op een miskraam, doodgeborenen komt ook veel vaker voor. Veel complicaties bij de bevalling, juist door die infecties en de kleine ruimte. Wanneer het kind naar buiten moet, kan de vagina eigenlijk zo openklappen doordat het kind erdoor moet. De pijn bij de seks hoort er dan ook bij door de kleine opening. Maar ook wanneer de clitoris is verwijderd, is het gewoon heel erg pijnlijk.
En uiteindelijk zou het zelfs tot de dood kunnen leiden. Dan heb je ook nog vooral de operaties die bij type 3 gebeuren. Juist omdat het allemaal is dichtgenaaid. En een vrouw bijvoorbeeld moet bevallen of gewoon een normale menstruatie moet hebben, worden er vaak operaties uitgevoerd bij type 3, gewoon in de westerse wereld om zo pijn te verminderen. Als verpleegkundige kan je ook te maken krijgen met vrouwen die genitale verminking ondergaan. Je hebt natuurlijk veel complicaties erbij. Zo heb je bij de bevalling kunnen er complicaties ontstaan. De vrouwen zijn onvruchtbaar, dus dan komen ze ook weer naar je toe. Ze hebben veel infecties natuurlijk. En ja, hoe ga je daarmee om? Je kan dan voorlichtingen geven. Ja, je informeert ze over waar ze mee te maken kunnen krijgen, wat er kan gebeuren. Maar tijdens de zorg, als ze zwanger zijn, kunnen er natuurlijk veel complicaties zijn. Zodra iemand genitale verminking heeft gehad, moet je daar natuurlijk al rekening mee houden. Van ze hebben type 3, de bevalling moet je dan dus al anders gaan voorbereiden dan iemand die gewoon dat niet heeft gehad. Ook op de spoedeisende hulp komen ze binnen met infecties en dan ga je er natuurlijk ook mee om. Als verpleegkundige krijg je er ook mee te maken dat er natuurlijk ouders naar jou toe komen die hun kindje willen laten besnijden. En ja, dan moet je daarmee omgaan door voor te lichten van dat moet je niet doen, want dit zijn de gevolgen ervan. Maar op die manier kan je er ook mee in aanraking komen.